Welkom terug bij Undercover in Nederland over de beveiliging van de rechtbank in Utrecht. De hoofdingang waar bezoekers en verdachten binnenkomen wordt streng beveiligd. Maar veel personeel neemt deze ingang aan de zijkant van het gebouw. Het personeel beschikt over de Rijkspas die in 2010 in gebruik werd genomen, juist om de beveiliging te verbeteren. Maar nu blijkt dat die Rijkspas ook rondzwerft. Want een van die passen belandde op mijn bureau. De pas had al jaren geleden afgemeld of ingenomen moeten zijn. Maar als advocaat Frans lukt het me op deze oude pas van iemand anders binnen te dringen bij de rechtbank. Oké, ik ga dus nu naar binnen om de beveiliging opnieuw te testen. Het is nu de zoveelste keer dat we weten binnen te dringen. En de pas die werkt nog steeds. Het metaal wordt niet gedetecteerd. Ik ben nog maar net binnen of een beveiliger loopt langs. Het was dus een beveiliger. Gelukkig, ze loopt door. En dat terwijl ik een neppistool, een Stanley mes en de brief bij me draag. En nu een geschikte plek vinden om de broodbus achter te laten. Deze koffieautomaat wordt door iedereen hier binnen gebruikt. Van rechters tot advocaten, van bezoekers tot verdachten. De automaat staat vlak achter de beveiligers van de hoofdingang. Ik moet erg oppassen, want ik ben hier niet alleen. De man op het bankje knikt me vriendelijk toe. Hij zag niet dat ik de broodbus waar het pistool in had kunnen zitten achter het automaat heb gelegd. Ook de beveiligers hebben niets in de gaten. Oké, het is gelukt. Het is gelukt. Ik heb hem naar binnen gebracht. Nou, we zijn een dag verder. Natuurlijk de hele tijd de telefoon gecheckt. En we zijn er nog steeds niet op gebeld. Ik ga er nu opnieuw naartoe om te kijken of die daar nog ligt. En neem hem dan mee naar buiten. Detectiepoortjes, metaaldetectoren, een hoop beveiligers, camera's. Als je aan de zijkant gewoon kunt doorlopen, omdat die pasjes maar rondzwerven, dan heeft die hele beveiliging natuurlijk geen zin. Omdat zowel de verdachte als ik in dit geval elkaar in de centrale hal kunnen ontmoeten. En precies zoals verwacht werkt het pasje nog steeds. Blijkbaar wordt hij al jaren door niemand gemist. Ik loop direct naar het koffieautomaat. Het is niet alleen heel druk vandaag, ook zie ik meerdere beveiligers de gang inkijken. Ik moet oppassen, want misschien hebben ze de broodbus al gevonden en wachten ze me op. Toch ga ik ervoor. De broodbus, waar een pistool en een Stanley mes in hadden kunnen zitten, is door niemand opgemerkt. Een kwaadwillende bezoeker had hier, ondanks de uitgebreide toegangscontrole, simpel een pistool of handgranaat kunnen ophalen onderweg naar een zitting. Met alle levensgevaarlijke gevolgen van dien. Nu gauw terug, voordat ik op mijn rare gedrag bij het koffieautomaat word aangesproken. Nou, het pakketje lag er nog. Er is niemand die door heeft gehad dat ik daar binnen ben geweest. Ik ben erg geschrokken dat er een lek zit in dit systeem.
Dat je zomaar met een pistool en een mes de rechtbank binnen kan komen is absoluut niet de bedoeling. We hebben dat niet voor niks. Nu werken de rechters, officieren van justitie, griffiers, die lopen risico als mensen zomaar de rechtbank in kunnen komen zonder controle. En een ander punt is dat de rechtbank over vertrouwelijke documenten van mensen beschikt. Processen, verbaal of gerechtsstukken. Wat andere mensen niks aangaat. En daar loop je ook risico's mee. Dat je zomaar 24 uur lang een mes of een pistool in een gebouw kan verstoppen. Ja, dat zijn onwenselijke situaties en daar moet absoluut een einde aan komen. Goeiedag. Ik zou graag met iemand willen praten over de beveiliging hier. Er komt iemand er dan. Jullie mogen binnen niet filmen. Ook niet als je heel makkelijk binnen kunt komen. Als u makkelijk binnen kunt komen, ja? dat is niet makkelijk hier. Weet u dat zeker? Ja, dat weet ik zeker. Maar binnen mag u niet filmen, dus wilt u dat even uitzetten? Hij wil wat vragen en iemand van de beveiliging. En binnen no time zit ik met de coördinator van de beveiliging en een woordvoerder om tafel. Fijn dat ik even met jullie mag praten. Wij hebben de afgelopen maanden in de rechtbank iedere dag rond kunnen lopen. Terwijl we hier niet horen te zijn. We hebben wapens mee naar binnen gesmokkeld. En dat betekent dat advocaten, rechters, officieren van justitie, bezoekers, die wapens daarmee iets aangedaan had kunnen worden. En ik ben hier om uit te leggen dat foute boel is. Ja. Maar bent u in het besloten gebied geweest of bent u alleen maar in de openbare hal geweest? Iedereen kan vrij naar binnen lopen. Tot aan zeg maar, de detectiepoort, als je naar de rechtbank wil. En daar zou je gecontroleerd moeten worden. Ja, ik heb de detectiepoorten gezien, ik heb de scanapparatuur gezien, camera's gezien, beveiligers gezien. Dus het ziet er inderdaad goed uit. Het punt is alleen dat jullie nog een ingang hebben. De zijingang. Ik leg uit hoe ik naar binnen ben gekomen en dat de administratie van de Rijkspas niet op orde is. Maar als iemand over een Rijkspas beschikt en die heeft hier gewerkt, dan heeft hem niet in hoeven leveren. Dan zou die toch een paar jaar daarna nooit meer hoeven kunnen werken. In principe niet. Maar toch is het wel zo. Het gaat gewoon om de personeelsingang waar de poortjes staan, waar u een Rijkspas aanbiedt en waar u naar binnen gaat. Ja. En dat betekent dat als je daar bent, dat je ook in de centrale hal komt, daar waar je een pistool naar binnen kunt brengen en kunt geven aan bijvoorbeeld verdachten die straks te horen krijgen dat ze een paar jaar in de cel moeten en iets kwaad willen doen tegen de rechter. En u gaat naar binnen met passen die zouden moeten, geblokkeerd zouden moeten zijn, maar die feitelijk werken. Dat is wat er aan de hand is. Dat is wat er aan de hand is. Dan is het probleem duidelijk. We hebben de rechtspas niet gekraakt, voor de duidelijkheid. Zijn jullie geschrokken hiervan? Ja, je overvalt me natuurlijk wel mee, omdat ik ga ervan uit dat wij echt alle gegevens van iedereen binnenkrijgen en dat we daar ook naar eigen geweten naar handelen. Nou, dat is het punt. Als de administratie niet op orde is, dan is het systeem natuurlijk kwetsbaar. Ja. Daar heeft u gewoon gelijk in. Nou, we hebben ongetwijfeld nog wel contacten over het vervolg. Dat is goed. Ja. De rechtbank reageert adequaat en voert direct intensievere controles uit. De passenadministratie wordt meteen op orde gebracht en ook andere rechtbanken in Nederland controleren de personeelspassen. Maar dat is volgens Politiek Den Haag niet genoeg. En de rechtbank is natuurlijk niet de enige die werkt met zo'n Rijkspas. De Tweede Kamer waar jullie nu filmen, daar is een behoorlijk beveiligd, maar ook alle gevangenissen hebben een Rijkspas. Ja, bij mij roept gelijk de vraag op in hoeverre is de administratie op orde bij al die andere inrichtingen. Ik ga de staatssecretaris en de minister bevragen hierop. Ik vind ze beide verantwoordelijk voor dit lek. Dan moeten zij dit ook gaan oplossen en ervoor zorgen dat dit onmiddellijk gedicht wordt. En dat dit niet kan voorkomen, ook niet in andere inrichtingen. Ik zal samen met mevrouw Kooijman van de Socialistische Partij zal ik vragen stellen aan de minister van de staatssecretaris over hoe dit zover heeft kunnen komen, maar ook wat hij eraan gaat doen. En natuurlijk ook niet alleen voor de rechtbank Utrecht, maar dat geldt natuurlijk ook voor andere rechtbanken. Dus we moeten dat breed trekken voor de hele overheid. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.